Het was enorm uitdagend om het in een jaar te doen. Het is in de zomer van 2012 besloten. En we hebben het op 1 september 2013 zijn we echt live gegaan met docenten en studenten. We wisten van tevoren dat het heel krap zou worden. Maar vanwege de oude versie moesten we echt vanwege de licentie echt op tijd overgaan. Dus wisten dat we een jaar hadden voor de aanbesteding en om het alles technisch voor elkaar te krijgen. We hadden eigenlijk twee aanjagers voor dit veranderproces. De ene was dat Blackboard 8 een verouderde versie was van Blackboard die issues opleverde. En ja, dat moesten we gewoon oplossen. Dus er moest een opvolger komen. Nou, de andere is meer vanuit de didactiek geleid, zeg maar. Dus we hadden vanuit afstandsleren hadden we duidelijk behoefte om een rijke ELO te kunnen gebruiken ter ondersteuning van de begeleiding van onze studenten op afstand. Dus we hadden echt zoiets van, nou, laten we nou gewoon even goed op papier zetten wat we nou echt willen hebben. Wat we echt nodig hebben als organisatie. En daar gewoon het beste passende pakket bij zoeken. Het voordeel is van een nieuwe start en een nieuwe inrichting is dat je opnieuw je keuzes maakt. De keuzes voor de inrichting van de oude ELO zijn gemaakt 6-7 jaar geleden. Toen het onderwijs echt nog anders was dan nu. Dus nu hadden we de kans om nog eens opnieuw zo'n omgeving neer te zetten en nieuwe keuzes te maken. En dat is wel het grote voordeel als je gedwongen bent om die overstap te maken. En ik vind een mooi voorbeeld dat we nu de hele begeleiding van studenten op afstand kunnen gewoon via de ELO regelen. Dus we hoeven geen dingetjes meer te downloaden of te printen. Dus in principe zou je het hele begeleidingsproces vanaf het inleveren van een opdracht tot en met het beoordelen daarvan, feedback geven, kun je allemaal in het systeem allemaal afhandelen. En dat vind ik wel echt een meerwaarde. Het onderwijs is uiteindelijk de gebruiker van het pakket. Dus het is heel erg belangrijk voor de acceptatie dat het onderwijs er in een heel vroeg moment bij betrokken wordt. En dat zij ook echt degene zijn die aangeven wat de functionele eisen en wensen zijn. En door ze erg vroeg bij te betrekken en ze ook echt die leiding erin te geven, maar ze er wel goed in te ondersteunen, krijg je aan het einde van het traject ook de acceptatie bij de keuze van dat pakket. Wat voor ons natuurlijk heel belangrijk was, was dat de eisen en wensen vanuit de achterbanden, zeg maar, de docenten, onze ICTO-teams, dat die geborgd waren. Dus dat we gewoon goede input konden leveren aan de functionele eisen en wensen. Vanuit ICT ging het natuurlijk met name weer meer om de technische eisen en wensen. Dus die subgroepen hebben elke keer input moeten leveren. En die hadden daar ook relatief veel vrijheid in. Mits het maar voldeed aan die kwaliteit die nodig was. En dat geweten, die kwaliteitstoets, dat deed inkoop. Het is denk ik heel belangrijk dat op het moment dat je zo'n aanbestedingstraject ingaat, dat je heel veel contact houdt met de markt, met je potentiële inschrijvers, dat je ook je verplaatst in hun gedachtenwereld. Dus dat betekent hun tijdig informeren, misschien in informatiebijeenkomsten vooraf al gaan vertellen wat traject je gaat doen, ze goed daarbij betrekken. En ook de ruimte geven om vooraf misschien ook al opmerkingen te maken, tips te geven. En ook bij het opstellen van het bestek goed nadenken van, belasten wij hiermee die leverancier niet te veel? Nou, het is onmogelijk om aan een aanbestedingsdocument te werken, eraan te beginnen en die in één keer gewoon helemaal goed te maken. Dat is absoluut onmogelijk. En met de aanpak die we hier gekozen hebben, door elke keer een stuk te schrijven, en zo'n stuk was ook weer input voor het uiteindelijke document, konden we heel veel aandacht besteden elke keer aan die fases. En was het eindproduct, kwamen we eigenlijk langzaam dichterbij. En was het aan het einde nog maar een klein stukje om het allemaal rond te krijgen. We hadden wel een vermoeden welke partijen zouden inschrijven en welke partijen ook geschikt zouden zijn. Ook omdat we met bepaalde partijen ook wel ervaring hadden in het onderwijs. En toch bleek dat er uiteindelijk een andere partij uit is gekomen dan zeker het onderwijs vooraf verwacht had.
Dus dat was zeker opmerkelijk. En ja, dan is het spannende hoe wordt dat ontvangen door die groepen die iets anders verwacht hadden. En dan blijkt toch door in het hele proces dat zorgvuldig te doen, je document zorgvuldig op te bouwen, goed te luisteren van nou, welke functionele eisen zijn er, dat men ook vrede had met de uitkomst. Het is echt even wennen voor docenten. Ja, ik bedoel, we zijn 13 jaar natuurlijk Blackboard gewend. En ook een redelijk basaal gebruik van de ELO gewend. En nu bieden we een heel nieuw systeem aan met heel veel mogelijkheden. Dus dat is al even wennen voor docenten. We hebben er ook nog eens een keer een nieuwe koppeling bij opgeleverd. Die ook een hele andere werkwijze vraagt van docenten, maar ook van bedrijfsbureaus bijvoorbeeld. Dus dat haakt er ook wel eventjes in. Daarom hebben we nu ook gezegd van nou, we hebben in 5 maanden tijd hebben we een soort van basis neer kunnen zetten. Dus iedereen kan nu werken met NetSchool. Maar nu is het ook tijd om doorontwikkeling te kijken. En niet alleen doorontwikkeling in de zin van nieuwe functionaliteiten toevoegen. Maar ook gewoon in opvolgtrainingen voor docenten. Om ze nog verder mee te nemen in NetSchool. Bepaalde functionaliteiten die we nog niet hadden aangezet. Nou, nu nog eens een keer extra goed onder de loep nemen en kijken of we daar nog iets mee moeten. Dus we zijn nu eigenlijk in een soort van natraject gekomen waarin we nog echt de puntjes op de i willen zetten.